Delfshaven, Delfshaven, ik ken elke steen. Een prent van je kolkje herken ik meteen. Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Welkom bij Delfshaven TV. Afgelopen zondag was ik op het dakpark. Er was een kookcompetitie. Koken in het groen. Hallo, kun je vertellen wie je bent? Ik ben Petra de Koning en ik werk voor de Stichting Lekker Groen. En wij organiseren koken in het groen. En waarom hier op het dakpark? Wij willen leuke groene plekken onder de aandacht brengen in Rotterdam. En dat hebben we al in Feyenoord gedaan en in Noord. En dit jaar is Delfshaven aan de beurt. In juni waren we op Tuin op de Pier en nu op het dakpark. Producten die verbouwd worden, zoals bijvoorbeeld de pompoenen, dat is ook echt het product van dit weekend. Iedereen maakt een gerechtje met pompoen. Ik begrijp dat er ook een heuse competitie is. Ja, niet echt dat je denkt van wow, het is heel spannend, maar voor de mensen zelf blijft het natuurlijk wel spannend altijd. Er zijn vier teams die drie gerechtjes maken en die worden daarna geproefd door de jury. En de jury die komt straks kijken hoe de kraan eruit ziet, hoe ze het verzorgd hebben, hoe het eruit ziet en natuurlijk hoe het proeft, hoe het smaakt. En dus dat wordt er wel spannend. En dan kiezen zij degene eruit waar ze van ze vinden dat hij het leukste, het lekkerste gerecht gemaakt heeft. Dit jaar bestaat de jury uit mensen uit de gebiedscommissie, dus Tom Harreman. Andere dame van de gemeente Rotterdam van de communicatie, Katrien Ketting. Liz van Sabo Sabor, die heeft vorig jaar Feyenoord gewonnen en die zit nu in de jury. Dan hebben we nog de kok van Uit Je Eigen Stad. Die zit er ook nog in de jury. En dan moet ik even de vijfde uit mijn hoofd bedenken. Wie ben ik nu dan vergeten? Hubert. Hubert van Smullen met Hubert, de tv-kok uit Van Zuid. Er is in ieder geval één gerecht met pompoen. Dus ik denk dat misschien gaan mensen wel vier keer pompoensoep eten. Maar de mensen van het dakpark die hebben ook nog een heel ingenieus rookapparaat meegenomen. Dus die zullen wel vis en vlees daarop nog gaan roken. En ja, er is een Kaapverdiaans team, een Turks team en een team helemaal gemixt. Dus het zal van alles zijn wat er op de bordjes komt.
Nou, we hebben ook een kinderprogramma. En dat is wel uniek voor hier op het dakpark. Ook omdat het zo'n kinderrijke buurt is, dachten we, nou, het is wel heel erg leuk om die kinderen er ook bij te betrekken. Ook, er worden wentelteefjes gebakken en jam gemaakt. En ijs. Er wordt ijs gemaakt. En dat samen wordt natuurlijk een heerlijk gerechtje. Bij de educatieve tuin Vreelust was er ook het oogstfeest te vieren. Bakken. Kun je even voorstellen? Ik ben Soraima. Wat gebeurt hier allemaal? Ze zijn nu hier aan het pizza bakken, de kinderen. We hebben oogstfeest. En ze kunnen broodjes bakken, ze kunnen pompoenspelletjes doen, sambal maken, azijn maken en pompoensoep eten, pompoenoliebollen eten. Dus allerlei leuke activiteiten. En dat is allemaal van de oogst van dit jaar? Ja, het meeste wel. Ja. Hier, de pizza's zijn, is alles van net van het land gehaald eigenlijk. Was het een goed oogstjaar, dit? Ja, we hebben wel veel regen gehad na zomer. Maar op zich wel, nou, de oogst heeft het goed gedaan dit jaar. Het lijkt ook ieder jaar wel drukker te worden. Op het feest, ja, dit is vast mijn eerste jaar hier. Dus, maar het is wel druk, ja. Ja. Ze bakken, is dat nou heel erg moeilijk? Nee hoor, heel makkelijk. Deeg glad slaan, saus erop, groenten erop, kaas, kruiden en klaar. Ja. En zijn er nou vooral scholen die hier komen of mensen uit de buurt ook? Nu zijn het mensen uit de buurt. Ze komen nu allemaal niet in schoolverband, maar ze zitten natuurlijk wel op school. En we hebben hier normaal wel scholen, die tuinieren. Want jullie hebben hier allerlei lessen. Kun je daar iets over vertellen? We hebben schooltuinlessen voor groep 6, 7 eigenlijk. Er tuinieren middelbare school, Melachton, die tuiniert bij ons. En we hebben ook kleuterlessen. We hebben kinderdagverblijf, wat hier met peuters, maar ook met oudere kinderen komt. Dus van alles. We'll be burning once more on a sweet summer day. I will be there with you, even though you're away. All my love will be true. Speeltuin Confetti vierde ze Burendag. See the lichtjes fonkelen van verre, ze schijnen op de stad waar ik de wereld kwam. Ik zie de haven al, lichtjes fonkelen als verre, ze schijnen op mijn stad, mijn eigen Rotterdam. De nachten op de wijde oceaan, zal ik in gedachten al die lichtjes branden gaan. Ik zie de haven al, lichtjes van geur als sterren, ze schijnen op mijn stad, mijn eigen Rotterdam. In vele havens van de wereld ben ik geweest. Het was een belevenis, dat is mooi, toch dacht ik steeds. Ik heb veel gezien, maar eigenlijk ook van.
We gaan toch niks boven mij, Rotterdam. Aardig wat mensen gekomen. Ja, het is, naar verwachting is het heel veel geweest in feite. En we hopen dat het volgend jaar ook nog zo zou kunnen gaan. En als ze op Facebook kijken, dan zien ze het vanzelf al staan. En ik dank het Oranje Fonds heel hartelijk. Tijdens bezoek kwam ik de mensen van Makerspace tegen. Die hebben binnenkort een ruimte op de Schiedamseweg in het oude postkantoor. Ik sta hier in de Makerspace. Wat gebeurt hier allemaal? We zijn een openbare werkplaats voor Bospolder Tussendijk aan het maken. En we gaan in het oude postkantoor een werkplaats starten met een houtwerkplaats, een metaalwerkplaats, een textielwerkplaats, maar ook een fablab. Een plek waar je nieuwe computergestuurde technieken kan gebruiken. Dus 3D printen, lasersnijden, robots maken, programmeren. En we staan vandaag op bezoek om mensen te laten zien wat je straks kan doen bij ons. Maar ook om te vragen wat mensen leuk vinden om te maken, zodat we straks onze programma's daarop af kunnen stemmen. Best wel grootse plannen. Het zijn behoorlijk grootse plannen, maar dat verdient Bospolder Tussendijk ook wel. En dat komt aan de Schiedamseweg? Ja, klopt. Nummer 240 in het voormalig postkantoor. En we zijn nu aan het verbouwen. Jongens vanuit de buurt zijn aan het slopen, onder leiding van College Delfshaven. En als de verbouwing allemaal volgens plan verloopt, zijn we begin volgend jaar open. En wat kunnen de kinderen hier doen, ter plekke? De kinderen kunnen hier vandaag waterraketten bouwen. Die gaan we dan met luchtdruk de lucht inschieten. Als het goed is, gaan ze een meter of 20. Je kan hier 3D printen. Vooral kijken, demonstraties. En we hebben een analoge houtdraaibank. Dus een houtdraaibank waar je schaakstukken, bloempotjes en zo van je kan maken. Maar dan zonder stroom. Nu zie ik hier werk in uitvoering. Wat is dat? Wat gebeurt hier? Dit is eigenlijk een 3D printer. We hebben er een paar staan. En ik heb een tekening gemaakt op de computer. En die heb ik omgezet in een bestand, zodat de 3D printer het kan neerleggen. Dus eigenlijk verhit hij het plastic dat hier achter op rol zit. Dat duwt hij door de slang. Die kop is heel heet. En dan extrudeert hij het materiaal naar een vorm. Moeilijk woord. Ja. Hij legt het eigenlijk neer als een soort van tandpasta die je op elkaar zou leggen tot een vorm. Dus eigenlijk laagjes plastic. En dat is de bediening? Ja, klopt. Ik even kijken of hij het vandaag ook wil doen. Hartelijk dank voor het kijken naar Delfshaven TV. Graag tot de volgende keer. If
Wat we ook vandaag vieren is de verjaardag van Simone, die binnenkort verdwijnt. Hoera!